Welkom in mijn keuken hier in Brussel. Ik ben Wim, de kok van Balls & Glory. En we gaan varkensballetjes maken, gevuld met 3 kazen in tomatensaus. Dat zijn ook de kleine balletjes die je bij ons in de restaurants kan eten. Maar nog cooler is eigenlijk ook dat we tegenwoordig diezelfde balletjes, met stoemp natuurlijk, ook bereiden voor Meal Hero. Dus via Meal Hero kan je dan die balletjes bestellen en thuis super makkelijk klaarmaken in een stomer. Dus ik content natuurlijk, want met Balls & Glory willen we eigenlijk gewoon hetzelfde als Meal Hero. Lekker eten maken, betaalbaar houden, super makkelijk. En een beetje nostalgie. Ik ben zot van balkjes natuurlijk. Maar goed, wie niet? Als je Balls & Glory een beetje kent, dan weet je dat we enkel met varkensvlees werken van onze eigen boerderij bij Mieke in Munkswalm. Dus dat is hier niet anders. En dan de rest is super simpel hoor. Keep it stupid simple. Keep it simple stupid is het eigenlijk. Het recept van mijn vader. 1 ei per kilo. Zout, peper, nootmuskaat, secret ingredient, cardamom en that's it eigenlijk. Dus 1 ei per kilo, zout, peper, nootmuskaat en cardamom. Goed mengen. Dus ik doe geen beschuiten, geen melk of andere troep bij dat gehakt, puur natuur. Het is eigenlijk nu dat mengen die voor die binding zorgt. Wij doen altijd puur kip, puur varken of puur vegetarisch. Dus we beginnen ook niet met te mixen met varkensreuns, varkenskalf. Puur natuur. Voilà. Alright. Voilà. Gehakt altijd 2 keer doorgemalen door de 3,5 mm plaat, als je het echt technisch wil weten. Dan gaan we balkjes draaien van... ja, het is 45 gram ongeveer. Dat zijn kleine balken, dus niet zoals die grote gepaneerde ballen bij ons in het restaurant. Maar echt klein. Een beetje gelijk dat de bommas en de mamas doen. Ik maak mijn handen niet nat, hè. Want als je die vulling er wilt insteken, dan gaat de anders terug open. Dus we hebben een soort van mini kaasvullingsjes gemaakt. Dat is eigenlijk een mini kaaskroketje die we in dat balkje steken. Dan hebben we echt zo die smeuïgheid. En we hebben dan emmental, pecorino en gruyère. Dus 3 kazen. Die zo als 1 vullingske daarin gaan. Net zoals een vogelnestje kneden we dat dicht. En dat wordt dan gewoon in de oven gebakken straks. 15 minuten op 185 graden in de oven bakken. Dus geen bouillon nodig, geen pannetjes. Puur natuur is echt het lekkerste, geloof mij. En het makkelijkste. Echte balkjes horen natuurlijk in tomatensaus. Ik maak tomatensaus zoals dat mijn moeder dat doet. Het zijn een beetje zo een combinatie tussen Vlaamse tomatensaus en Italiaanse tomatensaus. Waarmee dat ik bedoel, we maken een velouté, dus roux met boter en bloem. Die laten we wat bakken. Dus daar komt dan groentebouillon bovenop. Dus tot zover is dat een beetje de Vlaamse manier van tomatensaus maken. Want heel vaak wordt dan hier gewoon tomatenpuree aan toegevoegd en dat is dan de tomatensaus. Ik ga dat niet doen. Dus ik neem een gebonden groentebouillon en daarbovenop komt dan heel veel verse passata. Dat is voor mij echt de perfecte tomatensaus. Je hebt zo wat dat fris zure van die tomaat, dat heb je nodig. Gewoon een klein beetje zwarte peper erbovenop nog en that's it. Kijk, op die manier heb je gewoon zo die perfecte fris zure tomatensaus. Dat moet ik een keer proeven, hè. Dat is perfect. We gaan de balkjes in de saus leggen. Ja, als je benieuwd bent wat die kaasvulling in het midden doet, we zullen eens eentje doorsnijden. Kijk, dan als je dat balkje in twee snijdt, dan zie je zo mooi in het midden die kaasvulling. Hè. Dat is kei lekker. Grote lepel verse groentestoemp. Die gevulde balkjes daarbij met de tomatensaus. Voilà, kijk. En that's it. Bordje comfortfood, hè. Diezelfde stoemp en balkjes kan je dus ook bestellen via Meal Hero. En dan is het een kwestie van te scannen en te stomen. Stoemp en dan de balkjes.
Voilà, nu heb je een half uurtje de tijd om op YouTube naar de recepten van Balls & Glory te kijken. Dus ook hier, eerste stoomp. En dan de balkjes. Kom, hier steek ik ook een takje groen natuurlijk, hè. Voilà. Tjaka. Zelf als je geen kok bent, ziet, lukt het om een mooi bord met stoemp en ballen van Balls & Glory uit uw Meal Hero te toveren. Ik ga het toch zelf eens proeven. Ja, kijk. Zie je zo die kaas? Zalig. Toegekeurd.